Nu de situatie rond corona iets beter wordt, gaat het Groene Hart Ziekenhuis weer meer zorg bieden aan andere patiënten. Wij bellen u om een afspraak te maken als uw arts of huisarts het nodig vindt dat u naar het ziekenhuis komt. Als het kan, komt u alleen naar uw afspraak. Heeft u begeleiding nodig, dan gaat uw begeleider niet mee de spreekkamer in, behalve als het niet anders kan. Bij de ingang van het GroenHart ziekenhuis vraagt een medewerker of u gezondheidsklachten heeft die passen bij corona. Heeft u die niet, dan kunt u doorlopen naar uw afspraak, onderzoek of opname. Heeft u wel klachten, zoals koorts, neusverkoudheid, hoesten of kortademigheid? De afspraak wordt dan verzet of u krijgt een mondneusmasker. U blijft dit masker dragen totdat u het Groene Hart ziekenhuis weer verlaat. U mag vijf minuten voor uw afspraak in de wachtruimte gaan zitten. In de wachtruimte zijn de tafels en stoelen zo neergezet dat u voldoende afstand tot elkaar houdt. Na uw afspraak gaat u zo snel mogelijk het ziekenhuis uit, behalve als u nog aanvullende onderzoeken krijgt. Samen zorgen we voor een veilige omgeving voor u en onze medewerkers.